hebben dit jaar printer verzonnen voor Buurtschap Molenstraat. En het idee is eigenlijk begonnen dat wij de straten in Zundert willen beprinten met bloemen. Dus eigenlijk van een printer op papier willen wij op de straat gaan doen. En daardoor zijn wij op het idee van deze printer gekomen. En wat je eigenlijk ziet is, zijn twee wagens. De voorste wagen is eigenlijk de printer op zichzelf. Die bestaat uit 5 cartridges. En die cartridges dat zijn eigenlijk gaasbakken die gevuld worden met bloemen. Daaruit vallen ze bloemen naar beneden steeds. Dus dat gaat ook lager van niveau en dan even later weer terug. Want die bloemen die naar beneden vallen, die komen hier in opvangbakken terecht. En die gaan weer terug omhoog en terug in. Dus op een gegeven moment die cartridge die gaat zakken, maar die komt ook wel weer terug vol. Dat is eigenlijk een gesloten cyclus, zeg maar. Weet je, dat we, er zullen wel wat bloemen ernaast terechtkomen. Maar we willen eigenlijk proberen met die opvangbakken en die lift dat eigenlijk een heel systeem is wat helemaal te wat er loopt. En dan daarachter zit eigenlijk een tweede soort systeem. Dat is een opgerolde rol met zelfbeplakte bloemen. Amazon met bloemenbeplakt zeil. En die is helemaal opgerold. Die rollen we af op straat, waardoor het lijkt alsof die printer eigenlijk de weg print waar die voorbij komt. En daarachter hebben we nog een klein wagentje. Die rolt hem eigenlijk terug op. En om dan te zorgen dat die rol weer bij de voorste wagen terecht komt, draait de achterste wagen, die draait zo 180 graden. En dan haalt hij eigenlijk de voorste wagen in. Die heeft die twee armen en daarin laat hij zo die rol, die laat hij hier weer tussen in die andere armen vallen. En dan neemt hij weer afstand en dan begint eigenlijk heel het idee weer opnieuw. En ja, wat zijn nou echt de dingen waar je moet letten als je aan het ontwerpen bent? In het begin moet je niet te veel dingen letten, denk ik. Daar komen de leukste dingen van. Als je dan al met dingen rekening gaat houden of gaat bedenken dat het... Nou ja, je moet er wel van uitgaan dat er vier wielen onder zitten en dat doorzinnig moet rijden. Maar verder... Je moet gewoon inderdaad helemaal in het begin moet je nergens rekening mee houden. Dan moet je gewoon doen wat je zelf mooi vindt. Ja, wat je zelf kan maken. Gewoon wat je zelf echt leuk lijkt en wat je zelf echt mooi vindt. En als je dan zoiets hebt bedacht, dan moet je pas echt na gaan denken van hoe kan dit wel en hoe moet het gaan rijden. En dan ga je pas echt nadenken van hoe dat je het daadwerkelijk gaat doen. Het was een mooie dag daar op dat eiland in de regen. Hoorden wij die Ierse klanken, een banjo en gitaar. Een wandeling dwars door de wind en in diepe beneden. Vielen wij daar voor de regen, de muziek en voor elkaar. En maar lopen. En ja, jullie hebben nou het ontwerp geleverd. Is het dan ook zo dat jullie de rest van de tijd achterover kunnen leunen? Nee, eigenlijk niet. Hè. Dat merkte je net eigenlijk al voordat we de filmpje op wilden nemen. Dat ze al 20 keer komen vragen, joh, hoe zit dit? Hoe zit dat ook alweer? Er zitten bij deze wagen best wel wat dingen in die we ook in de tent pas kunnen besluiten hoe we dat dan precies gaan doen. Want op zo'n kleine maquette, 1,50, kun je wel rolletjes zo ver van elkaar zetten. Maar ja, als in de tent blijkt dat dan met hoog en diep druk en met platen die daar weer overheen komen, als het niet past, ja, dan zul je dat ook aan moeten passen. Dus we zijn wel nodig, denk ik. Ja. We doen veel, maar het is ook een buurt die zelf heel zelfstandig eigenlijk gewoon heel hard aan de slag is. De taken zijn heel goed verdeeld, er zijn overal clubjes voor gemaakt. Clubjes voor die met de cartridge bezig zijn, die over het schilderen van de cartridge, van de cilinders, van de plakken van de cilinders. Het is vooral, wij moeten vooral een beetje bedenken hoe dat het gemaakt moet worden en hoe dat het gemaakt kan worden. En als het dan eenmaal zover is en de mensen weten hoe dat moet, dan gaat het dan wel eigenlijk wel vanzelf. En dat merk je nu ook wel, dan worden we wel regelmatig wat aan ons gevraagd. En dan het is vaak meer om te starten eigenlijk, zo het eerste stukje meedoen, als het duidelijk is, dan gaat het eigenlijk verder en dan ja, altijd. En er wordt ook regelmatig wel wat afgebroken. Dat valt nog alles mee, maar dan worden natuurlijk ook, er gaan wel eens wat dingetjes fout en dan moeten we wel eens opnieuw. En dan zijn er mensen ook wel eens niet zo blij mee, maar... Ik denk dat we het niet zo heel goed. Maar ja, het is een... Je merkt wel dat je tijdens het bouwen nog best wel veel aan het ontwerpen bent en nog steeds aan het bedenken bent hoe je het beste kunt gaan doen. Als je ziet wat we allemaal voor moderne en ook wel een beetje aparte ideeën door de straten gaat rijden, dan
het koor zo wel met zijn tijd mee, denk ik. En dat is ook wel heel belangrijk.